Goedenavond allemaal. Eens kijken hoe dat het werkt, want we gaan vandaag een live doen met twee personen. Dus ik ben nog heel eventjes aan het wachten op Joke, totdat Joke zich aanmeldt. En dan gaan wij vandaag een leuke tutorial hebben met twee. Ik kan misschien ook al eventjes vragen of dat het geluid goed is en de verbinding. Alles oké. Okay. Goed zo. Ah, ik zie Joke al binnenkomen. Ah, voilà. Ik ga eventjes eens kijken hoe dat hier werkt. Hè. Verzoek. Voilà. Lukken. Dan denk ik dat we dadelijk connectie maken met Joke. Ah, voilà. Is het gelukt, Joke? Ja. Dat is altijd spannend, hè? Ja. Eerlijk gezegd, die lives, dat doe ik niet heel vaak. En dan nog met twee. Ik heb dat ene keer gedaan met de Heleman. Ja, ik vond dat eigenlijk wel tof. Maar dat was ook eerst zo wat zoeken in het begin. Hoe dat je dat toen. Ik zag, ah, nu was dat verzoekje. En dan moet je aanvaarden. En dan zijn we vertrokken. Ja. Ik had mij ook op voorhand een beetje geïnformeerd. Dus ook de eerste keer dat ik iets live met twee doe. Maar het is wel kei leuk, denk ik. Hè? Ja, het is keer iets anders, hè? Ja. Kan goed. Ik bijleren? Dan kan ik bijleren. Zo'n hele naturelle make-up en dan wel zo wat de schaduwen leggen hier, om deze te accentueren. Maar bijvoorbeeld een arcadeboog. En ik laat me al zo lang maquilleren. Ja. Dat zit er gelijk in bij mij. Dus, goed, dan gaan we vandaag misschien iets rond de ogen doen. We blijven nog altijd met die mondmaskers zitten. Dus ik denk dat vandaag nog zeker de dag de focus op de ogen ligt. Dus ik denk dat we daar zeker iets rond kunnen uitwerken. Wat denk jij? Ja, ik vind dat is zeker. Is goed? Want dit deel wordt toch... Allee, als we buiten gaan of naar de winkel, dit deel wordt dan toch bedekt. En voilà. Ook, kunnen we meer uitkomen en kunnen dan sprekend zijn. Want ik vind, en dat is heel te weinig, ook al dragen we mondmasker, je kunt nog altijd lachen naar de mensen. Allee, ja, je kunt en dus vind ik het leuk als we nu onze ogen een beetje gaan accentueren. Is goed, dan gaan we dat doen, hè? Dan gaan we dat fijn onder ons twee doen. Goed? Ja. Ik heb wel niet zo heel veel productjes om mijn ogen te accentueren. Maar ik heb wel heel toffe kleurtjes. Dus... Ah, wel, ja. Goed, we gaan uiteindelijk... het hoeft niet altijd veel te zijn. Met een paar productjes komen we zeker mee toe. Dus ik ga de techniek die ik toepas... We zullen dat eventjes eens overlopen. Dan kunnen we dat samen in een live doen. Als er mensen zijn die vragen hebben, je kan ze hieronder stellen. Er zullen zeker collega's meekijken. Als ik niet alles zie, hoop ik dat mijn collega's even tussenin komen of de antwoorden geven. Hè? Goed? Ça va? Oké, Joke. Dus ik heb, omdat ik wist dat we vandaag vooral op de ogen gingen werken, heb ik eigenlijk al mijn basis gedaan. Dus ik denk dat we gewoon... Jij ook? Goed. Super. Dat was al afgesproken. Hè? Dus we gaan heel eventjes maar meteen met de ogen beginnen. Ja. Wat dat ik meestal doe... Dus ik heb drie kleurtjes gekozen. Dus ik ga vandaag werken met... er zijn twee soorten oogschaduwen in het I Am Clean gamma. Ofwel heb je echte losse mineralenpoeders of echte compacte. Ik ga vandaag een beetje werken met de losse mineralen oogschaduws, omdat ik weet dat jij ze ook in je bezit hebt, hè? Ja, ik heb ook drie kleurtjes en dat was niet echt afgesproken. En bij mij is het ook de losse mineralenpoeder dat ik heb. Ah, is goed. Dus ik heb drie kleurtjes gekozen. Een lichte, waar dat we mee gaan werken.
Ja. Dus ik heb daar gekozen voor de Diamond. Ik weet niet wat jij gaat kiezen. Ik ga ook, want dat is eigenlijk mijn favoriet. Ik heb die onlangs aangekocht en dat is die Diamond. Omdat Ah, kijk. En ik zie altijd graag als er daar zo'n klein beetje sprankel in zit. En dan heb je wel Ja. die Diamond. Ja, leuk. Dat is goed al, hè. Super. En dan heb ik, om de overgang te creëren, heb ik gekozen voor een zalmroze kleur. Dat is de sorbet. Ah, wacht hoor. Heb jij die ook toevallig? De sorbet, ja, dan heb ik 4 kleuren. Wacht. Ja, ik ben weer even verstoord. Ja, de sorbet, die heb ik ook. Dat is deze, hè? Wacht. Ja, klopt. Dus die ga ik alleszins gebruiken. Dat is eigenlijk zo'n tussenkleurtje. Maar als jij liever iets anders ziet, geen probleem, hè? Volgen met de kleuren ga ik dezelfde nemen. En dan ga ik voor het accent in de ooghoeken te leggen, dat we echt zo die cat eye en dat we die arcadeboog daarin gaan krijgen, heb ik gekozen voor de Perfect Storm. Dat is eigenlijk een heel mooi bruin getint, koperbruinachtig kleurtje. Ik denk dat we dezelfde smaak hebben, want dat is... Hè? Yes, dat is ze. Dat is goed. Perfect. Goed, dan gaan we beginnen. Ik weet niet of dat jij ook een concealer hebt liggen. Het is zo'n vloeibare, een liquid heb ik. Prima, prima. Want ik werk, als we met arcade gaan werken, werk ik heel graag met een concealer of een eye primer. Ah, ja. Dus, maar voor degene die dat niet echt nodig, dat is niet noodzakelijk, want dat is eigenlijk wel een leuk extraatje. Vind ik altijd wel handig om eigenlijk een canvas te leggen op het oog. Oké, okay, doe maar. Goed? Ja. Dus wat dat ik ga doen, dus ik ga eerst beginnen met eigenlijk een laagje concealer aan te leggen. Ja, dus dat is eigenlijk waar ik mee ga beginnen. Dus heb ik eigenlijk gewoon mijn concealer brush en ik ga... Ik weet niet of dat jullie dat zien op deze manier. Dus ik heb deze concealer en een beetje op mijn brush. En dan ga ik eigenlijk over heel mijn bewegend ooglid tot aan de wenkbrauw. Daar ga ik beginnen met een concealer. Oké. Okay. Kan ik dat ook gewoon dus met de vinger doen? En wat yes. Ja, prima. Geen probleem. Dus ik ga het even met mijn penseel doen. Dat is eigenlijk wel leuk, hè? Dan zie je eigenlijk twee soorten technieken dat het evenzeer werkt. Dus ofwel werk je met de handen, ofwel gebruik je de penseel. Ja. Ik heb ideaal. Dus over het hele ooglid, het bewegende en het boven. En het... Ja, inderdaad. Dus ik ga echt zo tot onder mijn wenkbrauwen. Ja. Dat is eigenlijk wel leuk, hè? Zo de twee uiterste hoeken van het land. Ja, daar zo blijven we in verbinding. Hoe zeg je? Zo blijven we in verbinding. Voilà. Van waar ben jij? Ik woon dicht bij Hasselt. Ah, ja, ja, ja. Dat is direct een eentje, hè. Allee, ja. Misschien dat je het wel een beetje hoort aan mijn Limburgs accent. Valt het mee? Weinig of geen accenten vind ik niet mooi. Ik vind dat wel altijd iets hebben. Bij mij is dat aan het Gent. Ik ben geboren en getogen in Gent. Bij jou dan ja. Het Gent. Ik vind dat eigenlijk allemaal niet erg. Nee, ik hoor dat heel graag. Ja. Ik heb familie in Gent wonen. Ik vind dat zalig. Als die mensen met mij bellen, ik vind dat echt een zalig accent. Ah, ja. Plat Gent? Hoe zeg je? Is het echt zo plat? Ja, Gent? Ja. Goed. Voilà. Dus ik heb eigenlijk de concealer aangebracht op het volledig bewegend ooglid. Dat gaat er ook zelfs voor zorgen. Dus voor degenen die zeggen van, ja, waarom gebruikt ze geen eye primer? Op zich kan dat ook. Maar hier voor deze look gebruik ik heel graag een concealer of je laat het weg. Maar ik vind het wel iets gemakkelijker, omdat dan ook je oogschaduw goed blijft plakken, om het zo te zeggen. Hè. Het gaat zich goed hechten. Met een concealer, als we een concealer gebruiken. Ah, ja. 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 Goed. Wat ik dan meestal doe, ik start, eens even kijken. Ik ga met de donkere kleur starten. Ja. De Perfect Storm ga ik gebruiken. Ja? Ja. Opletten, want de producten zijn heel gepigmenteerd. Dat is niet te veel. Ik heb niet veel, want anders ga jij zelfs tot twee plekken krijgen. Ik weet niet welke borstels dat jij Ik heb... Oh, nou, jij gaat me daar beter in kunnen helpen. Hè? Dus ik heb hier... Oh, ik zie hier slecht, hoor. Ik ga ze gewoon zo tonen. Ja?
Zie je dat goed? Want Ja, prima. Kijk, hè. Dus die fluffy, dus de fluffy borstel, daar ga ik mee beginnen. Ah ja, oké. Okay. Dus wat dat ik ga doen, dat is eigenlijk de blending brush. Daar gaan we eigenlijk mee beginnen. Ja. Dus wat ga ik doen? Ik heb een heel klein beetje product in mijn dekseltje gedaan. Ja, dan gaan we dat ook doen, hè. Ja. Zo. En dan ga ik een beetje product nemen, goed afkloppen. Oh, sorry, je ziet dat niet. Hè? Dus hier zo, ik zal het een beetje hoger doen. Ja. En wat dat ik graag doe, is eigenlijk liever iets te weinig dan te veel. Dus echt gaan opbouwen. Ja? Dus ik ga heel even uitleggen. Dus wat dat de bedoeling is dat je eigenlijk dus dat we eigenlijk hier een cut crease gaan maken, gelijk dat we dat zeggen. Dat we eigenlijk heel schoon hier aan de buitenkant met een donkere oog gaan doen. En dan overgaan naar een licht. Hè? Dat is de bedoeling, hè? Ja. Ja? Dus wat dat ik ga doen hier... Ik ga even deze spiegel hebben, want anders is dat niet gemakkelijk. Ja, ook een andere spiegel. Hier zo. Ja? Daar leg ik mijn borsteltje neer. Oké? Okay? Ja. Voor de mensen die bijvoorbeeld bij mij ziet, je hebt heel veel bewegend ooglid. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld minder bewegend ooglid hebben. Ja? Ja? Probeer dan altijd een artificiële boog te creëren. Dat wil dus eigenlijk zeggen, als je echt je oogbol gaat volgen, ja, gaat die volledig verdwijnen in het oog. Dus probeer altijd dan iets hoger dan uw oogbol te gaan. Ja? Dus hier in die hoek, daar zet ik mijn borsteltje neer. Ja. Ik weet niet of je dat al ziet. En dan ga ik, in mijn geval, hoe? Ik zie het al gebeuren bij jou. Ja, zie je het al? Ja, dus daar ga ik eigenlijk mijn penseel neerzetten. En ik ga... En in het begin mag dat... Dat hoeft niet van in het begin dadelijk perfect te zijn. Want zelfs gaan we dat allemaal heel mooi uitblenden. Hè? Dus je penseel in het ooghoekje, daar zo. Ja. Yes. En dan gaan we eigenlijk... Volg je oogbol maar. En een... Ik heb ook heel weinig genomen, hoor. Omdat ik wel schrik heb ook. Hè. Nee, maar dat is goed. Less is more. Sowieso. Ja. En als je ziet dat je goed zit, kan je altijd product bijnemen, hè? Ja. Mag ik eens kijken? Ik weet niet wat ik moet... Zie je dat zo? Het is hier wel een beetje... Het is ja. Misschien... Als je ja, ik zie het. Ja, dat is goed. Dus wat je moet doen, probeer niet op het bewegend ooglid, want dan gaan we zelfs met een lichte kleur opwerken, hè? Heel goed. Dus ik ga even ook hier... En doe je dat naar het punt van jouw oog? Of ja. Je stopt er met je oor op? Ik ga wel... Wat dat ik voor mij persoonlijk... Er zijn mensen die er wel heel mooi bij staan. Ik vind sowieso, als ik dat doe met die kleur... Omdat het een donkere kleur is en ik zou volledig naar mijn ooghoek gaan... Dan vind ik dat dadelijk zo'n schaduw op mijn ogen werpt. Dus ik zal dat bijvoorbeeld niet doen. Maar er zijn make-up artists die dat bijvoorbeeld wel doen. Hè? Maar bij mij zelf persoonlijk vind ik het niet zo mooi. Omdat ik dan dadelijk... Dat wordt dadelijk donker bij mij. Ja. Dus ik stop meestal hier ongeveer. Daar zo. Dus in plaats van echt naar binnen te gaan. Ja, oké. Okay. Dan mag je ook al beginnen te blenden. Als je zegt van oké, dit is de lijn die ik wil hebben. Mag je ook al... in plaats van dat weg te vegen, zo allemaal cirkeltjes maken. Hè? En pak je dan nog wat extra product of niet? Ja. Ik ga ondertussen ook aan de andere kant al beginnen. Ja. Als er vragen zijn, want ik ben eerlijk gezegd niet aan het kijken wat er hier onderin verschijnt. Ik zie dikke duimen, mensen die hallo zeggen, die zwaaien. Hoe is het trouwens met jouw zwangerschap, Joke? Goed, goed, goed. Maar goed. Ik zit hier gewoon in kleermaker, zit zo plat op de grond, dus elegant is dat niet meer. Maar dat is toch goed dat je dat nog kunt, zeg. Ja, nee, dat je... En dat gaat gelijk gemakkelijker en makkelijker. Ik denk dat mijn lichaam zich aan het voorbereiden. Voor wanneer ben je uitgeteld? Binnen een dikke 4 weken. Oh, je zit echt al op het einde. Ja. Ja. Amai. Dus één keer weglopen is mijn water gebroken. En probeer ook, als je hier je arcadeboog maakt, ja, probeer niet te ver naar onder te gaan. Hè, dat we het oog niet naar beneden halen.
vind het wel een heel mooie kleur, moet ik zeggen. Ja, ik ook. Ik vind, het is natuurlijk ja, donkerder, maar het is nog naturel. Hè? Het is niet... Ja. Ja, en, zeg, en zeker als je zegt van goed, we gaan naar een smoky eye. Je kunt dit zowel als daglook als avondlook gebruiken. Wilt je er een smoky eye van maken? Ja, pak gewoon iets meer kleur op en je zet ze iets harder aan. Hè. Ja. Goed, ik ben er bijna. Ik ben misschien heel raar aan het kijken, maar ik ben goed aan het kijken. En het blenden, doe je dan naar boven toe? Of ja, dus ik probeer altijd goed naar boven en naar buiten toe. Naar... Dus dat ik niet dat naar beneden ga halen. Hè? Want dan gaat dat echt zo'n heel droepie effect geven. Ja, oké. Zo. Voilà. Ja. Goed. Dus die kleur, ik ga hem nog heel eventjes openlaten. Het kan zijn dat we hem zelfs nog eens nodig hebben om wat af te werken. Wat dat ik ga doen, is... We hebben ondertussen... Ja, je zegt. Hoe zeg je? Welke kleur is dit juist, zie ik passeren. Wacht, oké, die we net gebruikt hebben. Ja, wat weet jij er nog van buiten? The Perfect Storm. Ja, The Perfect Storm, ja. Ja. Goed, dan gaan we eigenlijk naar het tweede kleurtje, de sorbet. Ja. Ja. Wat ik ook heel leuk vind, hè, is dat je niet altijd in de oogschaduw moet blijven. Dus nu gaan wij drie kleurtjes gebruiken. Hè. Maar bijvoorbeeld, stel dat je zegt van goed, ik heb een highlighter. Ah, die kan je ook gebruiken. Die kan je daar ook bijvoorbeeld voor gebruiken. Dat is ook wat ik dikwijls doe, van in plaats van dat op je jeukbeenderen, dat je dat echt gebruikt op je bewegend ooglid, dat gaat ook een heel mooi effect geven. Ah, ja, ja, ja. Daar heb ik het. Ja. Goed, ik ga verder met de... Hoe noemde hem nu weer? De sorbet. Ik vind dat twee nieuwe schone kleurtjes allemaal. Hè? Ja, dat... heel mooi. Goed, ik ga terug naar mijn blending brush. Ja. Ja, zodat ik... Ja, voilà, dat heb ik net ook gedaan. Ik heb hier een handdoekje liggen. O ja, ik ben... Roeien met mijn... Ja. Goed. Wat we gaan doen, is deze kleur... Ik ga opnieuw een klein beetje van het texeltje nemen. Ja. Op mijn blending brush. Goed, een beetje afkloppen ook. Ja. En dan ga ik... Wat ik ga doen, is... Dat hier, op mijn bewegend ooglid, daar ga ik die aanbrengen tot ongeveer halverwege. Ah ja, ik... dus van het punt van het punt naar het midden. Ja, dus ik ga goed mijn ooghoekje meenemen, want dat vind ik mooi als dat zo wat oplicht. Ja. En ik ga tot het midden van mijn oogbol, dat stukje ga ik meenemen. Oké. Okay. Jou is dat wel fijn maquilleren, omdat je bent zelf een groter oppervlakte hebt van bewegend ooglid, hè? Ja. En dus voor mensen, ik bedoel, niet iedereen heeft dezelfde ogen. Hè? Dus voor mensen, nogmaals, degene die, waarbij dat eigenlijk het bewegend ooglid een beetje verdwijnt, waar dat dit er eigenlijk zo wat... overkomt, dan ga je eigenlijk proberen iets artificieel te maken. En vandaar dat ik zei dat je arcadeboog iets hoger mag komen. En dan gaat je dan natuurlijk dat effect ook wel krijgen. Ja. Ja. Ik ga nog een heel klein beetje bijnemen. Ik ga even hier in deze spiegel kijken. Hè. Want anders zie ik niet wat dat ik doe. Ja, maar dat is goed. Dat is dan nog duidelijker eigenlijk. Oké. Okay. Wat ik nu ga doen, hè, is met deze, hoe noemt hem nu toch weer? Ben ik even de naam kwijt. Ah, de I-flat, sorry.
Ekername, de iFlat, die ga ik er heel eventjes bij nemen, omdat ik zou willen dat de buitenkant iets meer accent, een meer accent gaat geven. Ja? Ah ja, ik ga passen, hè. Dat ga ik jou laten doen, hè? Bij jezelf mee passen. Dus voor degenen die zeggen van het mag iets feller zijn, dan kan je de iFlat nemen, die gaat iets meer product absorberen en dan ga je iets meer product nemen en iets harder aanbrengen. Dus dat ga ik wel heel eventjes doen. Dus ik ga gewoon het ooghoekje doen, hè. Dus wil je het iets zachter, gelijk Joken hebben, dan kan je het daarbij houden. Dus ik ga het iets... Dus alleen het een V'tje maken. Dus hier aan de zijkant het V'tje wat feller aanzetten. Ja. Wat dat ik dan doe, Joken, is met de derde kleur. Dus we gaan het op drie kleurtjes houden, denk ik. Ja, de diamond. Ja. Wat dat ik dan heel leuk vind met de diamond, ik weet niet of dat jij... Een klein beetje product in mijn dekseltje. Dit is de diamond. Heb jij toevallig zo'n borsteltje? Als je het niet bij de hand hebt, dat is een eye precise, een heel fijn borsteltje. Nu moest het niet zijn of zoiets. Echt? Ja, die heb ik. Ja, oké. <okay. laughs> Dus voilà, ik ga eventjes met jou meedoen. Hè. Dus deze. Ja. Pakt een beetje product. En wat dat ik heel leuk vind, is om die ooghoekjes wat lichter aan te zetten. Dus ik ga echt met de rand hier... Een lijntje trekken. Ja, maar net het ooghoekje zelf, hè? Ja. En dat gaat overdag gaat dan heel mooi effect geven. Dus maar net als het lichter opvalt, dan ga je zo'n heel mooie glinstering zien. En dat gaat ook zorgen dat je oog dadelijk heel goed open popt, hè? Ja. Ik ga er nog een beetje op doen. Dat vind ik wel mooi. Dan direct die geen vermoeide blik niet meer, vind ik. Nee, dat is ook zo. Dat is ook. Dat zorgt duidelijk voor een heel fris effect. Ja, super dat ik nu niet te veel heb. Nee. Ja. Ziet jij graag een lijntje boven je oog? Doe jij dat soms? Ja, ik heb er een laten tatoeëren. Zo'n permanent, ja. Want dat kan je, dus dat kan je ook doen. Hè. Dus met de diamond ga ik gewoon zorgen voor een frisse, verruimde blik. Ja. Ja, dus gewoon het V'tje aan de binnenkant van het ooghoekje een heel klein beetje aanzetten. Dat hoeft niet veel te zijn, maar ik zeg gewoon met het daglicht, het zonlicht daarop, gaat dat dadelijk een heel mooi effect geven. Wat je nu bijvoorbeeld kan doen om je oog nog iets meer open te poppen, ja, is niet nodig, maar ik vind dat wel mooi om te doen, is ofwel zeg je, ik ga heel eventjes op jou wachten, hè, want ik ben... Ja. Gaat het... Ja, het een beetje. Ja. Dus wat ik ga doen, is met een eye pencil. En dan kan je twee... Ja, wat ik eigenlijk altijd mooi vind, ofwel ga je voor het zwarte, ja, ofwel de taupekleur is ook... Dat is iets zachter van kleur. Dat is afhankelijk van wat je zelf graag ziet. Ja, ik heb de zwarte. Ja, ik heb ook hier de zwarte vast. Wat ik altijd leuk vind, is als je de binnenkant van je ogen... Als je die aanzet met zwart, dan gaat dadelijk je blik enorm verruimen. Ja? Zoals je zegt, van kijk, overdag, ik heb dat niet graag een streep boven mijn ogen, want dan voel ik mij net iets te veel gemaquilleerd. Zet dan een streepje aan de onderkant, hè, dus de bovenste wimperrand, maar dus in je waterlijn, dan gaat dadelijk je blik verruimen. En probeer dan aan... Dus in plaats van echt gelijk een soort van eyeliner te maken, zo dun mogelijk tussen de wimpertjes streepjes te maken, dan gaat je dadelijk zien dat je oog dadelijk heel goed open gaat poppen. Dat ik ook dan vaak gebruik, maar dat is dan een heel ander effect. Dat is ook zo, deze, maar dan een naturelle kleur. Omdat dat dan met je oogwit... Ja, klopt. Dus meestal, ik gebruik, als je dat graag ziet, hoe noemt die nu weer? Was dat cream? Cream? Ik ben even de naam... Ik denk cream dat die noemt, hè? Ja, wel, ik vind het er ook niet direct op terug. Nee.
Maar het is de lichte kleur. Ja, ik doe dat meestal aan de onderkant, deze, zet ik. Ja. En de zwarte doe je dan Ja. eigenlijk de Ja. bovenkant tussen de wimpers omhoog. Juist, ja. Ik teken niet noodzakelijk een lijntje, maar ik wil wel dat mijn oog toch wel geaccentueerd wordt. Ik ga het heel eventjes voordoen, dat is misschien iets gemakkelijker. Dus ik trek iets mijn oog naar omhoog en ik pak echt de waterlijn mee. Ja, en ik weet niet of je ondertussen al het verschil ziet. En dan ga ik, in plaats van echt een lijn, ik ga echt zo tussen mijn wimpers, ga ik die lijn bijtekenen. Zonder echt naar een soort van eyeliner te gaan, hè? Ja, dat doe ik proberen. Want ik maak daar zelf ook geen wing van, hè? Dus ik stop echt wel aan de buitenste ooghoek. En ik ga echt tussen mijn wimpertjes in. Dus ik weet niet of dat al zichtbaar is, dat dat toch wel al een groot verschil is tussen die en die. Ja, je ziet het verschil heel goed. Zonder echt naar een eyeliner te gaan, hè. Ik ga ook even de andere kant doen. Dus mijn spiegeltje zitten. Zo. En even kijken. Ah, hier. Dus wat dat ik dan. Deze had je daarnet ook, hè, waar dat we die diamond mee hadden gedaan. Hè. Dus wat dat ik graag dan doe, is toch nog heel even die lijn zo wat uitblenden. De lijn die ik tussen mijn wimpertjes heb getrokken. Dus die ga ik eigenlijk iets meer uitsmudgen. En dat ga ik doen met deze. Dus ik ga daar gewoon heel lichtjes over. En dan ga ik zowel links als rechts even doen. Voilà. Meer moet dat niet zijn, denk ik. Perfect, nee. Dicht en open. Hoe zeg je? Doe een keer jouw ogen dicht. Sluit een keer je ogen en open weer. Ja. Zie je het? Ja, tuurlijk. Het is mooi gedaan. En naturel. Ja, dus het hoeft niet te fel te zijn, hè? Vind Nee. ik toch altijd, hè? Ja, ik ook. En je kan dan nog altijd meer aanzetten of meer product gebruiken om het donkerder te maken dan, hè. Dat is minder. Ja. Zeg, heb je gezien wat dat ze over jou schrijven? Onze liefste Miss België ooit. Ah, ja, ik Dat is ben. wel lief, hè? Denk dat dat gewoon is, gewoon jezelf altijd blijven. Maar ja, Ja. zit er tussen, hè, soms. Goed, dan denk ik dat we gaan afwerken met een mascaratje. Ik trek heel weinig lijntjes onder mijn ogen. Om een of andere reden doe ik dat niet echt veel. Tenzij dat als het echt een avondje uit is. Maar in principe doe ik dat eigenlijk bijna nooit. Ik weet niet of dat jij dat doet. Ja, maar ik doe dat, ik weet niet of dat natuurlijk te goed is, maar tot de helft als ik een Ah lijntje ja. trek. Niet Ja. volledig, maar allee, een kwart of de helft. Dat doe ik wel. Ah ja, oké. Okay. Dus als je dat graag ziet, dan mag je zeker een lijntje onder je ogen trekken. Ik ga het nu voor deze look. Ik ook niet. Maar gaan stappen, hè, denk ik. Goed, dan gaan we verder met de mascara. Dus even kijken, dat is de bruine. Ik zie liever zwarte mascara voor mij. Ik heb ook de zwarte. En ik heb ook nog de primer. Gebruik jij dat ook eerst, de primer, of niet? Ja, dat kan ik wel, omdat het ook zo wat. Weet je waarvoor dat heel leuk is? Weet je wanneer dat ik dat doe? Als ik graag wil verdikken en verlengen. Die primer voedt de wimpers ook heel goed. Ah, ja, oké. Dus op die manier, als ik zeg van kijk, de wimpers mogen heel goed aangezet worden, je gaat wel merken, daar gaat je wel een verschil mee merken.
Ja, als je eerst de primer gebruikt. Goed, dan gaan we even de mascara aanzetten. Een goede zigzagbeweging en heel mooi aan de wortels beginnen. Ja, dat we niet te veel product op de bovenkant hebben. Dat gaat uw wimpers verzwaren en naar beneden halen. Oké. Okay. Goed? Ja, zigzaggen maar. Ik durf dat ook enkel gewoon doen, de buitenhoek van mijn oog. Ik weet niet of dat gedaan wordt, of dat gewoon is wat ik zelf heb uitgevonden, maar ik durf ook gewoon zo hier deze doen, omdat ik vind dat mij dat dan nog meer een lift geeft. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat bestaat dus niet echt. Huh? ik probeer meestal alle wimpertjes mee te nemen, ja. Maar zo ziet jij dat iedereen zo zijn eigen ding heeft, hè. Ja, dat is waar. En ik zeg altijd, er is niks fout, hè. Nee, dat is juist. Goed, zigzaggen. Voilà. Oh, kijk eens hier wat ik gedaan heb. Dus dat laten we heel eventjes opdrogen. Ik heb hier ook een vlek. Ik zie het. Ik kreeg me niks gebaren, maar omdat jij zo eerlijk bent. Kijk. Dus ik heb daar een vlekje, hier en daar. Maar dan gaan we zelfs allemaal weghalen. Dat is misschien ook interessant om te laten zien, hè? Ja. Dus ik ga dat heel eventjes laten opdrogen en dan zelfs kan ik het er gewoon van afkretsen. Perfect. De onderkant. Er zijn ook mensen die dat niet doen, hè? De onderkant, hè? Voor mij hoeft dat ook niet altijd, een onderkant. Voilà. Oh, hier. Ik ga ondertussen eens even kijken. Mijn gesmolder even weghalen. Zo. Maar wat doe je dat gewoon met een... Ik heb dat nu gewoon met mijn vinger gedaan. Maar dat kan je ook met een wattenstaafje doen. Maar ik heb het nu even met mijn vinger weggedaan. En ik weet niet of je dat ziet. En bijvoorbeeld hier, zie je zo, heb ik zo iets te veel product genomen. Met een wimperbordje. Ja, voilà. Dus als dat gebeurt, pak ik gewoon zo... Oké, we zijn echt volledig op elkaar afgestaan. Ja, ik heb een magische tas. Ik denk altijd dat we het kort hebben, maar ik vind er van alles in terug. Dus dan probeer ik dat zo een beetje met dit borsteltje. Als ik ergens zo wat te veel product heb, dan haal ik het een klein beetje uiteen. Ja, want dat zie ik niet graag. Allee, maar dat is persoonlijk. Hè. Er zijn mensen die echt heel veel mascara doen. Ja. En die zijn dan echt te klodden. Dat, zo. Nee, en dan glit dat zo. Nee. Dat vind ik ook niet zo mooi. Zo, Joke. Dan zijn we rond. Ja. Ik heb weer bijgeleerd op een... Welke dag zijn we vandaag? Een maandag. Hoe zeg je? Een mens vergeet dat soms. Vind je dat niet? Je bent heel eventjes weggevallen. Ik heb jou niet gehoord. Ik heb gezegd, zeg, ik heb weer wat bijgeleerd op een maandag. Ik was nu aan het denken welke dag dat we waren. Want vandaag. Soms, ja. Vandaag is het maandag. Het was heel leuk om de tutorial met jou te doen. Ja, dankjewel. Ik heb goed bijgeleerd en nu oefenen en oefenen. Hè? Ja, dat is het voornaamste. Een arcadeboog een keer beginnen maken. Ja, en dus we gaan heel eventjes misschien herhalen wat we gedaan hebben. Ja. We zijn begonnen met een concealer aan te zetten, maar dat kan ook met een eye primer. Hè? Ik dus zou een beetje eruit zijn, dus vertel maar. Punt 1. Ja, oké. Okay. Dus stap 1, een concealer aanbrengen of een eye primer. Wie? Stap 2. We zijn begonnen met een donkere oogschaduw aan de buitenkant. En daarmee gaan we eigenlijk uw arcadeboog aanzetten. Dus ofwel volg je de oogbol, ofwel ga je iets hoger voor degenen die geen of minder bewegend ooglid hebben. Zorg ja, dat... Hoe zeg je? Dat is bij mij eigenlijk. De volgende keer ga ik iets hoger aanzetten. Iets hoger. Ja, voilà. Maar ik zeg, we zouden dat eens een paar keer moeten proberen, zodat je ziet van, oké, wat is eigenlijk bij mij het mooiste effect? Zorg ook dat de buiten, de donkere oogschaduw, je oog niet naar beneden haalt. Dan, stap 3. Stap 3 was, hier hadden we gekozen, maar ik ga heel even spieken, hè, naar de benaming, dat was de sorbet. Ja. Dat was een zalmkleurtje op het bewegend ooglid, ongeveer tot aan de helft. En ik pak dan mooi het ooghoekje mee.
En dan om de oogjes wat meer op te poppen, dan zitten we aan stap 4, denk ik. Hier. Gaan we eigenlijk de binnenkant in een V'tje aanzetten. Dat was hier de diamond die we gebruikt hadden. Eventueel de waterlijn wat aanzetten met een taupekleur of met een zwart potloodje. En we werken af met mascara. Perfect. Voilà. Okay. Heel erg. Zo. Heel fijn dat we dat een duo konden doen. Het was heel leuk. Ja, ik vond het ook. En wat zijn jouw plannen nog vanavond? Ik denk dat ik wat ga Netflixen. De kindjes slapen gaan leggen, want die zijn onder nog tv aan het kijken. Ze mochten vandaag wel langer opblijven. Ja. En dan Netflix kijken. En dan ga ik een beetje... Ben je een bepaalde serie aan het volgen? Ik had dat niet verwacht. Ik ben Outlander aan het kijken. Ik weet niet of dat je Outlander al gezien hebt. Nee, dat heb ik nog niet gezien. Ja, die is kei leuk. Ik ben begonnen met, hoe noemt die? Wat dat heel populair is, in de 17e eeuw, de Bridgertons. Ja. Ja, daarmee ben ik begonnen. Ik was helemaal fan. En dan ben ik zo in die serie gerold. Maar ik wist niet dat dat 4 seizoenen waren. Het was... Ja, het is wel goed. Ja. En jij, wat ga jij doen? Ik weet niet, ik ben ook grote Netflix-kijker, maar dan meer series en films, maar horrorgericht. Oh, dat had ik je niet gegeven. Dat neemt me dan span mee, omdat dat zodanig niet realistisch is. Dus ik ga vanavond een keer gaan kijken wat er eventueel nog nieuw is, want ik heb ze allemaal eigenlijk al gezien. Ja. Oké, goed. Dan wens ik u een heel leuke avond. Fijn dat we dit een duo konden doen. En ik wens u alleszins nog 4 heel fijne weken toe. Ja. En een goede bevalling, hè, als ik u niet meer moest horen. Goed? Goed, salutje. Oké, groetjes allemaal. Tot ziens, hè. Salut. Bye. Salut.